Patrick Lodewijks, is dit de bekroning op een mooi seizoen met de belofte? Ja, uiteindelijk wel. Doel van het begin van het seizoen was eigenlijk om jongens te laten ontwikkelen in hun taak en functie in positie in het elftal. Dat was eigenlijk het voornaamste doel. En als je dan uiteindelijk kunt spelen om het kampioenschap in je eigen pool, dan komt er een doel bij, vind ik. Want je bent sportman, dus je moet het hoogste willen halen. Ja, dan ondanks alles wat er gebeurd is, dan is dit één wedstrijd om het algeheel kampioenschap. Ja, die win je. Dat is hartstikke mooi. Dus we heel erg tevreden, omdat je met heel veel wisselende teams gespeeld hebt. Wij hebben geen trainingsgroep, dus als je met spelers van Feyenoord 1 speelt, heel veel, dan is het allemaal wat makkelijker. Maar soms zijn er jongens van Excelsior bijgekomen die op een andere manier tactisch spelen. Nou, dat vraagt wat aanpassingen van ons als coach, vraagt ook aanpassingen aan de spelers. Nou, dus dat is niet altijd eenvoudig gebleken, maar we hebben dat toch goed gedaan. Want geresulteerd in je kampioenschap in je eigen pool. En vervolgens dit. Dus ja, wel zeker tevreden. En in een leuke sfeer, dat is ook mooi. Veel mensen op de lange zijde. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar je weet hoe dat gaat hier als je om een prijs kunt spelen. En je zag ook dat heel veel mensen nog aan het werk waren om 6:45. Want gedurende de wedstrijd zag ik op een gegeven moment wel dat het steeds drukker werd. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Ja, goed, dat leeft hier sowieso als je hier eruit gooit van we spelen in de Kuip. En er kan een titel gewonnen worden. Ja, dan staan onze supporters wel klaar om je te steunen. Dus dat is hartstikke mooi. Over de wedstrijd, jullie begonnen vrij stroef eigenlijk. Ja, we begonnen heel onrustig. Heel veel balverlies. We kwamen eigenlijk bijna nauwelijks in het duel. We hadden geen grip op het middenveld. Dus Vitesse speelde het betere voetbal op dat moment. Zonder overigens echt heel gevaarlijk te worden. Maar ja, je maakt dan zelf eigenlijk wel vrij fortuinlijk de 1-0. De eigen goal. De voorzet die in eigen goal geschoten wordt. En toen hebben we in de eerste helft nog steeds niet de controle gehad. Ik had verwacht, we staan 1-0 voor. Dan wordt het wel wat rustiger. Zijn wat zuiniger aan de bal. Maar we waren heel slordig. En ik vond dat we te snel de bal kwijt waren. Dat we niet de juiste momenten zochten om in de omschakeling de diepte te zoeken. Want er lagen heel veel mogelijkheden. Want dat zo speelt Vitesse altijd. Dus vandaar ook. Ja, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Nou, hebben we in de tweede helft hebben we het in de rust omgezet. Ja, en dat kregen we iets meer grip. Maar we hebben ook gewoon gezegd van we staan 2-0 voor. Hun zullen moeten komen. Ja, we gaan gewoon vanuit de counter spelen. En maken gewoon de ruimtes klein. En op het moment van balverlies zoeken we gelijk de diepte. Nou ja, goed, daar maak je ook 3-0 van. En het had ook nog 4-5-0 kunnen worden. Dus ja, we werden gewoon een beetje slordig. En op het laatst minder scherp. Misschien ook een stukje vermoeidheid. Ja, en dan krijg je nog 3-1 binnen. Maar goed, dus een mooie overwinning. Een mooie titel. Dus, Je zei net aan het begin al, het belangrijkste is om jongens klaar te stomen voor het eerste team. Hè? Jongens die dichter het eerste aanzitten of terugkomen van een blessure. Daarin zijn jullie wel geslaagd volgens mij. Ja, dat vind ik ook. En, dus dat is ook wel een compliment aan zeg maar ons als technische staf, hè, Pierre en ik. En natuurlijk Lex die daarbij zit en die jongens, de medische staf. Iedereen die heel de begeleiding daar rondomheen. Dat hebben we ook geprobeerd om de omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken. Dus met een goede bus reizen, onderweg eten als het moet. Er is een hotel en allemaal top geregeld rondom de wedstrijden. Dus het is geen gezeur. Dus ja, dat is hartstikke mooi dat zeg maar, vanuit de club gefaciliteerd wordt. Dus dat geeft ook aan dat je het ook serieus neemt. Dus dat die jongens niet kunnen zeiken de ballen zijn niet goed of ik noem even wat. Maar dat is dus niet gebeurd. Nou, dat hebben we, wat dat aan gaat, aan die kant gewoon goed geregeld. Dus je dwingt dan ook de jongens wel om gewoon normaal te doen. Kijk, goed spelen kunnen we niet eisen. Maar in ieder geval maximale inzet wel. En daar hebben we nooit te klaar over gehad. Dus dat is een compliment. Waar ben je het meest trots op? Congolo is weer naar het eerste gegaan. Sven van Beek heeft zijn minuten gemaakt. Mitchell Tevreden heeft zijn minuten gemaakt. Is dat waar je het meest trots op bent? Ja, nou ja, goed, zonder echt namen te noemen. Maar gewoon de jongens die bij ons regelmatig speelden. Als die op het moment dat die in het eerste moesten spelen. Of voor wat voor reden ook, het zijn op blessures, schorsingen. Dat er nergens uit de toon gevallen zijn. En dan gewoon ook een potje meespelen. Nou, dus dat betekent dat ze het ritme gehouden hebben bij ons. Nou, dan sluit je makkelijker aan in het eerste. Nou, en daar ben ik eigenlijk misschien wat meest trots op. En ja, goed, Terrence is bij ons als basisspeler begonnen. En maar ja, als je nou, dat hij nou bij het Nederlands elftal bij de voorselectie zit. Ja, goed, dat is hartstikke mooi. Toch? Ongelooflijk. Ja, maar ja, dat is het grootste compliment voor hemzelf natuurlijk. Maar ja, goed, daar hebben wij toch ook een klein beetje aan meegewerkt. Dus mooi. Laatste dingetje. Dat was de laatste wedstrijd met Pierre van Hooijdonk. Is dat toch jammer?
Ja, zeker. Ik vind het jammer dat hij niet doorgaat. Maar ja, Pierre zijn keuze. En, ik heb gezegd dat ik me graag bij wil houden. En hij zei dat hij aan één kant nog graag wilde, maar hij heeft reden aangegeven waarom hij het niet doet. Ja, daar heb ik gewoon respect voor en accepteer ik ook gewoon. Dat is geen probleem. Jammer, maar er komt er weer een ander bij.